Yo, gasten, een hele goede dag allemaal. Ik wou dit bewaren tot morgen, maar ik doe het nu nog even kort en morgen uitgebreid. Maar, ehm. Um, gisteren in een Skype-chat hebben wij met z'n allen met. Uh, nou ja, met z'n allen. Met Braadworstenleger, met. theking uh, nl met Fashioned.nl, met. Jaraski uh, Gaming, met. Gearzone Channel, met. Luca, met. Uh, UGX Materius, Allemaal YouTubers van Call of Duty Community. Hebben we gewoon met z'n allen besproken. Ehm. Um, nou ja, we hebben, we hebben gewoon dingen besproken dat het even niet anders moet. Uh, dat, het, dat het anders moet. De kloof moet weg. En de kloof is nu ook weg. We hebben met z'n allen nummers uitgewisseld. Um, we blijven met z'n allen goed in contact. En de kloof wordt dichtgemaakt. En Paul en uh, Fish en zo, die hebben er allemaal een video over gemaakt. En dan zijn er toch nog mensen die erop gaan reageren. En um, die dom gaan reageren. en. Ik wil laten weten vanaf nu ga ik alle domme comments um, niet verwijderen. Ik ga erop in en ik geef die mensen de kans om gewoon hun eigen fout in te zien. Want het kan zo niet langer, jongens. We moeten dingen gaan veranderen. Want um, de subscribers die lopen tegenwoordig heel veel te stoken. En um, ja, ik noem wel even een voorbeeld. Bijvoorbeeld, um, dat gebeurt dan bijvoorbeeld op mijn video, um, krijg ik een reactie van iemand. Um, die is veel beter dan jou, Arjan. Uh, hij maakt veel leukere video's. Hij, he, uh, of uh, bijvoorbeeld Jurassic Gaming. Hij had veel betere gameplay dan jou, Arjan. Ja, dat boeit me niet. Um, dat kan wel zo zijn. Maar dan helpen jullie jezelf niet. Dan zetten jullie ons alleen. Um, dan, dan maken jullie de kloof, maken jullie groter. En dat moet gewoon niet gebeuren. Stel uh, dat zijn ook de reacties dat er iemand op mij reageert. Arjan. Je bent veel beter dan, uh, dan je Rusky Gaming. Arjan, je bent veel beter dan UGX Mysterious. En ook andersom dus. UGX Mysterious is veel beter dan jou, Arjan. Op mijn video dan. Of ook bij zijn video. Die reacties, daar gaan we gewoon veel dieper op in. We gaan gewoon reageren. Jongens, um, waar haal je dit vandaan? Dat, want jullie moeten gewoon niet stoken. Want um, de kloof tussen PS3 en Xbox, die is er niet meer. Geloof me. Dat is gewoon helemaal opgelost. Dat is gewoon helemaal weg nu. En... Um, toch zijn er mensen die proberen de hele tijd te stoken. Die proberen ons tegen elkaar op te zetten. Die proberen iets te forceren dat mensen tegen elkaar op ingaan of zo. Uh, al dat soort dingen. En dat moet gewoon niet gebeuren, uh, niet gebeuren jongens. Jullie moeten gewoon niet stoken. En alsjeblieft, doe dat gewoon niet. En ik zal ook op de reacties van die mensen, zal ik ook ingaan. Jongens, als jullie zo'n reactie achterlaten, ik ga erop in. Ik geef jullie de kans om je eigen fout in te zien. En het aan te passen. En als jullie dat niet doen. Heel simpel, dan blok ik jullie gewoon van mijn kanaal. Want dan hoef ik hier niet, want ik hoef geen stokers. En dat zullen andere mensen ook doen. Maar dat moet gewoon niet meer gebeuren. Want de kloof, die gaat gewoon dicht. Dat gaat nu gewoon gebeuren. En de subscribers, die moeten die kloof zelf ook meehelpen dicht te maken. Dus jongens, dat moeten jullie zeker gaan doen. Ik wou het even laten weten. En morgen nog een uitgebreide video hierover. Dat was de belangrijke video die ik, uh, die ik zei in mijn, uh, mijn mp 5 mob. Ik weet niet of die rond deze tijd al geüpload is. Maar in ieder geval jongens... De kloof gaat dicht en jullie moeten er ook aan mee helpen. En jullie moeten dus niet ons gaan opstoken tegenover elkaar. Geen negatieve reacties. Ook al is het positief als jullie zeggen dat ik beter ben dan iemand anders. Dat moeten jullie niet doen. Niet gaan stoken. Dat moet gewoon niet gebeuren, jongens. Dus uh, dat wil ik even duidelijk laten weten. Morgen uitgebreide versie van. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken. Ayus.